schade door storm in Eindhoven. Hartoperaties uitvoeren met behulp van een zwevend 3D-hart. En vliegende honden tijdens internationaal toernooi Dog Frisbee. 20 keer moest de Eindhovense brandweer vandaag uitrukken vanwege de storm. En vooral eind van de ochtend had de brandweer het druk. Nou, we zijn eigenlijk al vanochtend vrij snel beginnen te rijden. En hoofdzakelijk allemaal bomen die omgewaaid zijn door toch de storm vanochtend. We staan hier nu bij een boom die op een huis is gewaaid. Bestaande uit 3 verschillende takken en we zijn deze systematisch nu aan het verwijderen. Wat hebben we vanochtend nog meer gehad? We hebben een boom op een auto gehad. We hebben nog wat losse bomen over het fietspad gehad, over de weg gehad. En nog wat andere kleine incidentjes. De storm zorgde niet voor ongelukken. Wel was er schade. En dat verspreid over de stad. Zoals hier in de Kruidenbuurt, waar een boom op een auto viel. Ik zag het eigenlijk mijn achteruitkijkspiegel. Dat gewoon 2 takken naar beneden viel op de auto. Het had eigenlijk 10 seconden gescheeld of ze waren op mijn dak gevallen. Toch redelijk ravage? Behoorlijk, ja. Behoorlijke schade. Ik denk zelfs wel tot los. Maar niets aan te doen, hè. Dat is de natuur. Op Eindhoven Airport en op het spoor zorgde de storm niet voor problemen. In het zuiden van het land bleef het vandaag maximaal windkracht 7. In het westen en het noorden werd op sommige plekken windkracht 11 tot 12 gemeten.